Hallo beste kijkers, Zakaria hier dat spreekt. Ik las deze morgen in het nieuwsblad de volgende vraag. Naar welke troep kijkt mijn kind op YouTube? Wow, die troep! Dat zijn wij, de vloggers, de YouTubers. Mijn troep werd al meer dan 6,7 miljoen keer bekeken op YouTube. Wij zijn de helden van Generation Swipe. Dus luister goed naar mij, mama en papa van kindjes die naar YouTube filmpjes kijken. Ik ben er om jullie vragen te beantwoorden. Eerst en vooral, wat is vloggen? Weet je wat? Ik ga het gewoon laten zien. Even mijn camera nemen en we gaan eraan beginnen. Ups. Dit is vloggen. Gewoon de camera nemen en een verhaal vertellen. Jouw verhaal, jouw dag filmen wat je doet. Het kan heel simpel zijn, zoals nu. Ik ben aan het stappen naar de bus. Of eerder doelgericht, zoals een project uitleggen. Bijvoorbeeld, ik ga jullie leren wat vloggen is. Jouw verhaal. Je bent vrij om te zeggen wat dat je wilt en vrij om te tonen wat dat je wilt. Het limiet wordt bepaald door jouw eigen creativiteit. Dit is vloggen. We zijn net aangekomen in Mechelen. Meestal filmen vloggers ook mooie beelden en zetten er een achtergrondliedje op. Zoiets. Ik heb 1 minuut. Leuk en mooi om naar te kijken. Dat is ook een goede manier om de tijd sneller te laten voorbijgaan. Want kijk waar ik ben aangekomen. Antwerpen! Roltrap of trap? Dat is de roltrap. We gaan er een leuke vlogervaring van maken. Sommige ouders stellen zich vragen over het vloggen en daar kan ik zeker achter komen. YouTube heeft een zeer lage drempel. Dat wil zeggen dat iedereen met goede intenties video's kan maken en iedereen met slechte intenties video's kan maken. Hier spelen de ouders een rol in. Uw kind gaat sowieso naar vloggers kijken. Dat maakt gewoon deel uit van onze generatie. Ik stel voor dat jij samen zit met uw kind om te zien naar wat ze kijken. Zo creëer je een band met uw kind en wie weet, misschien kunnen die vloggers u nog iets leren. Zoals bijvoorbeeld, salam is goeiedag in het Arabisch. Graag gedaan. Kan het vloggen mijn kind negatief beïnvloeden? Ook een zeer goede vraag. Dit hangt alweer af van wat jouw kind kijkt. Daarom dat ik hier nogmaals een nadruk op ga zetten. Jij als ouder speelt hier een zeer grote rol in. Zit naast je kind en leid je kind de juiste weg in. In mijn geval heeft het vloggen mij alles behalve negatief beïnvloed. Het vloggen heeft mijn creativiteit levend gehouden. Kijk wat ik kan. Oké, het is goed, stop. Ik was stop, hè, monteur. Ik stop al. En nu terug over naar u, Zakka. Dankjewel. En dat was enkel het technisch gedeelte. Als persoon ben ik ook heel veel veranderd. Positief veranderd. Het heeft me de nodige zelfvertrouwen te geven om te spreken in het openbaar zonder dat de rest mij iets kan schelen. En nu dat het mij niks meer kan schelen wat de anderen over mij denken, doe ik gewoon mijn ding. Dit is wat mij blij maakt. Ik kijk hier aan de mensen vragen wat ze van mijn filmpjes vinden. Zeg het eens. Sommigen zijn beter. Ja, goed. Ja. Ja, grappig. Ja. Ja! Geweldig! Dat is gewoon perfect! Gewoon perfect! Ja, dat is gewoon... Vaasje. Mashallah! Wat ik eigenlijk over Zakka wil zeggen... is eigenlijk, ik ken hem niet, maar ik zie wel mensen op hem afkomen, dus ik ga ervan uit dat hij goed is. Ik volg Zakka al van, niet van begin, een jaar of zo, maar ik vind zijn foto's echt wel tof. En ik kijk ze elke dag. Allee, als die online komt natuurlijk. Hij heeft een goede karakter. Ja, doe. Ah, oké. Ik wacht op actie, ja, regisseur. Actie. Zakka is een goede gast en Zakka is een grappige vlogger. Terwijl ik die eigenlijk nog grappiger vind in het echte leven. Zakka is echt een goede gast. En jij ook een goede gast. Voilà, dit was dan beste kijkers. Bedankt voor jullie aandacht en just smile, peace and love.